pak Marnik op wegens fraude. Juist! Oh! 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 Mijn 6-1 is in corner! Ik moest vandaag het eerste deel van mijn lening afbetalen. Dat kan ik nou niet meer. Hallo, Wonder van de Gamesat en welkom bij een nieuwe Mindtopia. Ik sta hier bij mijn beeldschone bouwplek bij de hijskraan waar het allemaal de vorige keer helemaal misging. Maar het is weer helemaal gefixt en ja, er staat nog steeds geen tv-studio. Ze zijn nog niet begonnen met bouwen. Ja, dat gaat binnenkort weer van start. Want in deze video ga ik het hele verhaal met betrekking tot de fraude en alle subsidies en alle kosten die hier allemaal, die problemen die hierbij kwamen, allemaal uitleggen. En ik heb gehoord dat in de volgende video, dus misschien volgende week of binnen een paar dagen, de tv-studio klaar is. En dan ga ik jullie alles laten zien, want het gaat er zo episch uitzien. Aan het einde van deze aflevering zal ik ook een geheimje vertellen over één van de series die ik in de tv-studio's ga opnemen. Maar ik zal even in het kort snel vertellen waar heel deze video over gaat. Nou, ik heb in het begin subsidie aangevraagd bij David, 90k. En die 90k heb ik gespendeerd aan deze twee plots. En die heb ik dus aan Joris gegeven, dat geld, die 90k. Ik vond die 90k dus nog te weinig, want die tv-studio die ik in de grond moest zetten zou 161k kosten. Hoe kom ik nou in hemelsnaam 161k? Nou, ik heb dus een lening afgesloten van 100k bij Beerco, bij de bank. Dat was nog steeds niet genoeg. Dus heb ik opnieuw subsidie aangevraagd. En deze keer bij de burgemeester Lars. Want wethouder David, waar ik aan het begin subsidie aanvroeg, heeft het niet op papier gezet. Dus ik dacht, hey, ik kan nog een keer subsidie aanvragen. Dus dat heb ik bij burgemeester Lars gedaan. En die gaf mij 80k. Dus in totaal had ik 180k nog over voor dit. Dus ik heb die 161k meteen betaald aan het bouwbedrijf. En dan had ik nog 19k over voor iets om hier bovenop te zetten. Wat dus ook voor veel te weinig is natuurlijk. Want ik heb 161k is alleen voor wat er onder de grond komt. Dan moet er nog iets hier boven de grond komen. Ja, en daar was dus die 19k voor. En misschien nog wel meer waar ik keihard voor moest gaan werken. Zodat ik dat kon betalen. Ja, dit is allemaal heel ingewikkeld hoe ik dit uit heb gelegd. Dus deze hele video wordt het helemaal duidelijk gemaakt in goede volgorde wat er is gebeurd. Want na dit alles zijn ze een hele zoektocht gestart naar mij. En ben ik opgepakt door de politie. En nu heb ik hele grote problemen. Hier is het begin waar ik de subsidie aanvroeg bij David. Ik ben van plan om een tv-studio te gaan beginnen. Ja, dat mag en, niet. Mag niet. Ja, jawel. Schappelijk. Okay. Het is laat, man. Ik laat me. Ja. Hier schrok ik heel erg van, maar gelukkig was het een grapje. En hoeveel wil je dan lenen van mij? Voor het gebouw dus. 80, 90. Of lenen, de subsidie. Dus eigenlijk krijgen. Ja, ja. Ik ga je dat niet geven, man. Ja. Is het nou weer een grapje? Ik kan het wel aan je geven. Maar dan moet ik daar wel iets voor terug. Hij wil er iets voor terug. Maar ik wil me natuurlijk niet om laten kopen. Dus we gaan eens even luisteren naar wat hij te zeggen had op dat moment. Dat is simpel. Okay. Waar ga jij tv over maken? Oh, ja. Dat is wel slim. Ja. Ik heb je door. Wat is slim? Ja. Waar heb je het over? Ik kan je ook zo naar buiten schoppen. Ja, jij wil zeker burgemeester worden, of niet? Nee, ik wil geen burgemeester. Oh. Als je nou gewoon antwoord op mijn vraag geeft, dan kunnen we verder. Want het, het is eigenlijk sluitingstijd al een uur. Nou, de twee grote ideeën die we hebben dus, is een journaal. Dus over het lokale nieuws, wat hier allemaal gebeurt en zo. Het lokale nieuws, oké. Ja, het nieuws van Mindtopia. En Mindtopia, wie ben ik? Waarbij we de Mindtopia beter leren kennen. Ja, dat is ook leuk. Dat is een soort talkshow. En het andere, dat is gewoon journalistiek. Dat brengt de nieuwtjes. Dat komt met de feiten. Ja. Wat nou als ik zeg maar wil dat je bepaalde dingen soms juist wel of niet uitzendt? Oei. Is dat jou die 90.000 waard die jij hier gratis wil krijgen? Het is dus niet dat ik jou in de pocket wil hebben of zo. Maar zie het als een soort zeer dwingende adviseur. En dan heb ik het voornamelijk over het journaal, zeg maar. Ja. Als in dat je bepaalde dingen misschien beter uit de uitzending zou kunnen knippen als er een hele opvallende journalist met een heel mooi verhaal komt over bepaalde dingen in een bepaald stadje van bepaalde mensen die iets bepaald wel of niet gedaan hebben. Tot het tegendeel bewezen is natuurlijk, hè? Dus dat. Ik wil gewoon geen roddels over mijn bedrijf. Ik wil niks over de F5 horen in negatieve zin. Zo simpel is het. Oké, nee, dat is niet heel moeilijk om te houden. Er worden geen campagnespotjes ingekocht door andere burgemeesters dan Lars. Wil ik niet. Oh, jij wordt gewoon een vriend van de Fantastic Five. Oké. Gelijk een mooi titel trouwens. Ja. Ja, nee, ik ga akkoord.
Deal. Ja, besef wel dat we dit uiteraard niet op papier gaan zetten dan. Ho, de subsidie van 90k niet op papier? Dat betekent dus dat ik stiekem nog een keer subsidie aan kan vragen, maar dan bij burgemeester Lars. Maar eerst ga ik een dikke, vette lening van 100k aanvragen bij de bank. Het is heel veel geld, dus ik zal het even rechtstreeks op jouw rekening storten. Oké, dat is fijn. Hoppa. Wow, dat was makkelijk. Ik mocht zo 100k van de bank lenen. De totale bouw van de tv-studio zou 161k kosten. En de 90k die ik van wethouder Davies gekregen heb, heb ik uitgegeven aan twee grote plots bij makelaar Joris. Dus ik heb meer geld nodig om de bouw te kunnen starten. Ja, snap je het nog? Nou, op naar burgemeester Lars. Hallo meneer de burgemeester. Goeiedag meneer Mannix. Hoe gaat het ermee? Ja, uitstekend. Ik ben hartstikke druk bezig met campagne voeren, dude. Ja, ik zie het. Ik zag net dat Sandy op je ging stemmen en zo. Ja, ik vind het echt geweldig. Ik ben een lijstje aan het maken met mensen die erop stemmen. En ik heb er nou 6 die op Paco stemmen, dus dat zijn er toch best wel wat. Maar ik heb eigenlijk ook wel een vraagje aan jou. Vertel, zou ik wat is de bedoeling? Subsidie aan kunnen vragen. Ligt aan voor wat? Voor de televisie, televisiestudio. Oh ja, jij woont een televisiestudio. Daar heb je al iets over verteld? Hoeveel heb je ongeveer nodig aan subsidie? Heb je een idee? Voor de totale Ik heb geen idee hoeveel het mag. Ja, kijk, dat ligt een klein beetje aan. Ik ga heel eventjes, dan moet je heel even meelopen naar de bank. Dan kan ik even de bankrekening checken. Ondertussen wist ik dus dat het bouwen van de studio 161k zou kosten. Dus hopelijk wil burgemeester Lars mij helpen met nog een grote subsidie. Met deze officieel de helft ga ik voor jou betalen. Oké. De helft van jouw hele project. Even kijken, het is 80.000. Burgemeester Lars, die wilde dit dus wel op papier hebben. Dus was er maar één van de twee subsidies op papier vastgelegd. Dan hebben we dat zwarte pit, hè. Even snel lezen. Ja, lees Moet ik ook mijn handtekening eronder zetten of alleen signen? Ik wil graag dat je je handtekening eronder zet en dat je hem signt. Alsjeblieft. You got it. Even concluderen. Subsidieakkoord, ik vind hem helemaal mooi, man. Maar na een paar dagen kwamen wethouder David, burgemeester Lars en bankdirecteur Duffy erachter. Zij wilden me laten oppakken door politie Danny en begonnen een grote zoektocht. Ik heb eigenlijk een verzoek voor jou. Ik ga je de situatie uitleggen en vervolgens wil ik dat je zelf gaat bekijken of je haalt er meerdere bij. Maar wat ons betreft is het wel duidelijk. Er is iemand naar mij toegekomen voor subsidie. Dat mag gewoon natuurlijk, want het was voor een filmstudio. Die heeft van mij 100.000 gekregen. Vervolgens is hij naar de burgemeester Lars gegaan. Heeft gezegd, ik heb helemaal geen geld. Ik wil subsidie. En heeft hij vervolgens ondertekend dat hij er geen misbruik van zou maken. Of wel staat in het boekje. En heeft hij nog eens 80.000 gekregen. Vervolgens is hij naar de bank gegaan en heeft hij gezegd, onder valse voorwenselen, ik heb geen geld. En heeft hij ook geld geleend. Ja, dat is fraude. Dat leek mij dus ook. En ik denk dat die man per direct opgepakt moet worden. Want ik voel me bedrogen. En de gemeente wil zo'n 180.000 terug. Een schade wat we nu hebben, dat kunnen we niet gebruiken. Nee. Ja, natuurlijk, burgemeester Lars. U bent de gemeente, u staat nog boven mij. Kijk, die snapt het. Kijk, iemand die snapt. Helemaal goed. Wij weten niet waar die is momenteel. Nee, niet doodschieten. Dat kan hij niet maken, Lars. Eerlijk proces. Oké, eerlijk proces. Dat doen ze bij... Als je mij bevel geeft, dan doe ik het. Oh, Lars. Danny, pak Marnik op wegens fraude. Juist. Go. Ik heb een bijl bij me, jongens. Die doet helemaal niks. Als in, het is een super botte bijl. Maar we kunnen er bang mee maken en gewoon een citizen arrest maken. Voor mij mag de burgemeester dat wel doen, toch? Dat mag ik zeker. We mogen toch staan houden. Ja, zullen we dat doen en dan Danny zoeken? Ja, staande houden. Gewoon meer mensen zoeken heeft zin. Ik denk, zou die bij zijn huisje zitten? Is hij gevlucht in het bos? Wat zou die gedaan hebben? Ik weet niet zo goed wie allemaal als vrienden bij die goed zit. Ja, Kevin. Ja, Kevin dus. Hij woont bij Kevin in huis. Ik ga trouwens iedereen vragen, hoor. Ik ga veel meer mensen vragen of ze gewoon even kunnen helpen met zoeken. Want dat zou wel chill zijn. Fee, heb jij ook tijd om even Marnik te helpen zoeken? Want we zoeken hem. Tuurlijk. Oké, we moeten hem echt even hebben. Hij is al een tijdje zoek. We maken ons ernstige zorgen. Marnik, die heb ik ook al lange tijd niet meer gezien. Nee. Oh. Nou, loop even lekker mee. We moeten die man zoeken. Ik zie Danny daar rennen. Ja, ik ren nu naar het centrum, jongens. Sluit de IKEA af, zegt iemand. Waarom? Is hij hier dan? Voor mij zijn het allemaal vriendjes, jongen, van die Marnik. Het is in het bos, oké? Je wilt eten. Ik ga gewoon kijken in het bos. Ik ga met je mee. We hebben een bijl in de hand. Ik ben heel benieuwd. Heb jij Marnik gezien? Ik heb van mensen vernomen dat hier wel het bos in is gelopen, omdat hij er nog is. We hebben de startershuisje nog niet gecheckt. We hebben in de garage het scrapyard nog niet gecheckt. Het F5 gebouw nog niet gecheckt? Nee, ik ga naar de startershuisjes toe, want dat is vlakbij. Iets gevonden, Duf? Nee, helemaal niks. En hij beweert dat hij hier voor het laatst is geweest. Maar dan moet hij dus hier ergens in de hier, buurt zijn. Hier, hij staat hier. Hij is hier. Marnik. David, kom. Waar is hier? Bij de startershuisjes.
Nou, blijkbaar hebben ze de hele stad afgezocht naar mij, maar ik was gewoon aan het chillen met Ilano bij zijn huisje. Hallo. Hey. Hey. Hey, gezelligheid. Ik ben aan het praten met Tragerion. Wie is dat dan voor jou? Dat is een goede vriend van mij. Gewoon een goede vriend. Hey, ik neem aan dat de politie zo waarschijnlijk wel komt. Lars maakt hier een, hoe noem je dat? Een public arrest volgens mij. Een burgerarrest. Of jij eventjes mee wil naar het politiebureau. Ik of hij? Er zijn een paar vragen. Ja, met die mooie 30G-petel. Oké, is helemaal goed. Ik zou maar vast gaan lopen dan. Dit is verdacht, Marnik. Ja, dan ga ik vast... Lopen. Ja, verdacht? Wat verdacht? Nou, precies zoals ik het zeg. Verdacht. Oh, je hoeft niet te rennen hoor. Lopen mag ook hoor, Marnik. Ja. Oké. Daar is Danny. Die moesten we hebben. Met zijn knuppel. Vriendelijke man. Ja, Danny heeft waarschijnlijk wel een woordje tegen jou te zeggen, gok ik zo. Ik weet niet wat, maar dat gaan we zo wel horen. Meekomen, oké. Ik volg hem. Je hoort het. Duidelijk. Ik zeg niks. Heel verstandig. Is gelukt? Ja, wij hebben hem maar even met de hele halve dorp hebben we hem gevonden. Want ik denk, we gaan jou even een handje helpen. Nou, oplopen jij! Die peren. Oké. Maar hij weet van niks, hè? Hij weet echt van niks. Helemaal van niks. Zo, wat is dit voor kerker? Jeetje. Ja, ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb 2 broers voor u. En daar moet hij op leven. Dankjewel. Agent Danny, zouden wij hem een aantal vragen mogen stellen? Ja, helemaal goed. En dan, dit hoeft niet in het officiële verhoor verder hoor. Als in gewoon privévragen. Ja. Even voor onze informatie. Waar is Lars? Oh, die wou niet meedoen, oké. Jawel, Lars is hier. Ik heb je wel even nodig nog. Mardik, even voor de goede orde. Ja? Wij hebben een aanklacht gedaan bij de politie en die riep gelijk, oh, dat is fraude. Ik zou even graag willen weten dat jij eerlijk antwoord geeft op de volgende vragen. Oké. Heb jij subsidie bij mij aangevraagd en ontvangen? Zo ja, hoeveel? Ik heb geld ontvangen van jou, 90k, ja. Oké. Wat heb je vervolgens als actie bij Lars aangekaart? Nee, daarna ging ik naar de bank voor een lening, omdat ik het niet zou halen anders. En dat was 100k. En wat heb je daar gezegd bij de bank? Oh, gewoon een lening, dat ik een lening wilde. Ik kreeg te horen van jou dat jij gewoon te weinig geld had. Ja, te weinig geld en daarom wil ik een lening. Oké, maar schijnbaar had je niet te weinig geld, want je had daar geld van David. Nou, maar dat zat al in de plot, dus ik had niks meer. Ja, dit is echt zo. En vervolgens ging je naar burgemeester Lars en daar heb je ook een contract getekend. En wat vroeg jij vervolgens aan Lars? Voor een subsidie van 80k. En waar had je dat nou weer voor nodig? Als je al 180.000 euro hebt gekregen! Om de lening mee af te betalen. Wat? En een deel van de tv-studio nog, want die had ik niet helemaal... Dus jij hebt dus subsidie aangevraagd. Heb je het gehoord, politie Danny? Mag wel een rapport hoor, dit. Jij hebt dus subsidie aangevraagd? Nee. Om een persoonlijke lening af te betalen. Nee, want die lening had ik eigenlijk... Ik had spijt van dat ik zoveel had aangevraagd. Het was te veel. Ik kan alvast 60k terugbetalen, als je Marnik, wilt. Marnik, ik heb hier letterlijk op papier staan. Bij deze krijgt Marnik 80.000 euro om een televisiestudio op te richten binnen Mytopia. Deze subsidie dient alleen voor bovengenoemd doel gebruikt te worden. Niet om persoonlijke leningen mee af te betalen, druif. Nee, ja... Dus hoe ga je mee wegkomen? Met een sorry? Met een ik zal het niet meer doen? Of met een hier heb je 280.000 euro terug, dames en heren? Dus ik zal nooit meer iets durven aan te vragen. Hoe gaan we hieruit komen? Ik weet hoe we hieruit gaan komen. Je mag bij de politie mag hier gaan verantwoorden, want er is inderdaad gewoon fraude. Dit gaat verder dan een leugentje. Maar dit is geen leugentje. Ik heb gewoon de lening te vroeg aangevraagd. Bij de bank. Met een verkeerde reden ook. Maar waar is al dat geld nu heen dan? Dat is vraag ik me ook af. Waar is dat geld? 160k zit in de bouw. En hoeveel daarvan zit al in de zak van Kevin? Niks. Helemaal niks. Ik hoorde twijfel. Ik ook. Nee. Ik moest even denken, maar er zit niks in. Nee, 160k in de bouw en 90k in de plots. Dat is heel veel geld. Heel veel. Ja, dat is ons zeker geld wat erin zit. Maar dan nog... Hoe heb je dan nu nog 60k over? Waar heb je dan nog meer geld vandaan gehaald? Nou, toch geen geld. Ah, vrienden. Ik heb vrienden. Dus jij bent eigenlijk gewoon, wat jij hier nu zegt, dus jij bent gewoon bij allemaal vrienden langs gaan om je handje op te houden van... Oh jongens, ik heb geen geld en ik wil mijn tv-studio. Nee. En vervolgens kom je bij David langs, of bij Lars vrienden, langs. Of vrienden, misschien dat die...
zoals het mij klinkt, had je die 60k die kun je dus gebruiken om je lening bij Duffy af te betalen. Zoals ja, het hier klinkt, heb jij nooit recht gehad op 180.000 subsidie, maar één van de twee. Want je vraagt bij twee verschillende mensen, vraag je subsidie aan voor hetzelfde, mafklapper. Ja, dat had ik niet moeten doen. Jong. Ik denk dat dit niet zozeer een strafrechtelijke zaak wordt, maar meer een civiele. Als in, nou ja, Duffy die... het wordt een financiële rechtszaak dit, denk ik. Ja. Oh jee. En ik snap natuurlijk wel op wie de kosten worden verhaald. Dat is niet op mij, kan ik wel vertellen. Dat gaan wij niet betalen natuurlijk. Nee. Advocatenkosten inderdaad. Wat? De gemeente kan dat betalen, toch? Ja, van Sunnyville zeker. De gemeente van Sunnyville, van je nieuwe vriendje zeker. Met Kevin, dat vertrouw ik ook allemaal niet. Man. Nou goed, hij kan niet rennen. Als in, hij kan niet eventjes 180.000 kilo grond meenemen. Danny, ja, maar we hebben niet echt grond om hem vast te houden. Want ja, het is een financieel... Ja. Zou jij beslag kunnen laten leggen op zijn huidige bouwwerk en de rechtszaak willen starten hierover? Ik wil in ieder geval de gemeente, denk ik. Want ik weet niet of de bank of de gemeente deze rechtszaak aan gaat nemen. Eén van de twee, denk ik. Ik denk dat dit het slimste denk ik, is voor de gemeente. En wanneer hij gewoon sowieso niet betaalt bij mij, dan kan ik daar nog een rechtszaak over aan doen. Waardoor hij gewoon nog meer moet gaan betalen. Dan trek ik hem gewoon helemaal leeg gewoon. Ja. Dan heeft hij gewoon helemaal niks meer. Ja, ik voel me bedrogen hoor. Ik wil zelf zo ver gaan dat hij zijn roze glimmende schoenen daarvoor kan gaan inleveren. Ik zorg dat hij dan alles kwijtraakt. Ja, en ik wil eigenlijk wel weten, onder Ede, in een rechtszaak, wie die vrienden van hem zijn. Want als dat geld ook zwart verkregen is, of een beetje shady, dan is hij dat ook nog eens een keer kwijt. Zit hier gewoon misschien wel veel meer achter dan dat we eigenlijk alleen maar een televisiestudiootje op wilden richten. Wie weet wat nou ja, ik weet niet wat er in die kelder allemaal gemaakt had moeten worden, maar ik begin steeds minder te begrijpen dat het wel, of dat wel tv was, als ik eerlijk ben. Ja. Ik denk voorlopig maar op vrije voeten, want anders gaat zijn advocaat daar weer over beginnen. En voor een financiële kwestie heeft mijn cliënt 2 dagen vastgezeten. Nou, dat willen we ook niet tegen ons hebben. En dan worden wij met een scheef oog aangekeken natuurlijk. Beslag leggen en vrije voeten? Maar het is aan de burgemeester bepaald. Ik zeg dat we hem voorlopig vrij laten op dit moment. Maar dat hij zich wel op een later moment voor de rechtbank moet verantwoorden. De rechtbank van Mijntopia en niet de rechtbank van Sunnyville, want dan weet ik het ondertussen wel weer. Hoe dat daar gaat gebeuren. Je kan hem een reisverbod opleggen. Oeh, dat hij niet naar Sunnyville mag. Ja. Oh, dat gaat Kevin heel vervelend. Dat hij heel erg klote vinden. Politie Danny, wij zijn eruit. Als jij nog fitty met hem hebt of wil ondervragen, dan doe je ding. Maar wij gaan weer terug. Wat ons betreft mag hij dus op vrije voeten en zullen we hem binnenkort ophalen voor een hearing. Krijgt hij een brief in zijn brievenbus. Oké, dus ook komt in het journaal. Dankjewel voor het... Dankjewel voor... Wat zei hij? Komt in het journaal? Wat? Niks over de F5, hè? Ik zei niks. Nee. Ik werd dus vrijgelaten en de bouw van de studio werd stopgezet. Ze wilden dit oplossen met een rechtszaak en al hun geld terug. Ik was in paniek en ging dus op zoek naar een oplossing. Maar eerst natuurlijk kijken wat mijn Sinterklaas cadeau was. Oké. En? Manik? Oh my god, zijn dat roze schoenen? Ja, die zijn zelfs. Roze zijn schoenen. Fucking hey, veel raar. Ja, is dat zo? Ja, anders zou je ze toch niet krijgen, of niet? Dit ga je niet menen. Wow, zeldzame enchanted schoenen. Hier kon ik dus al een deel van het geld mee terugkrijgen. Maar een paar dagen later wilde David liever meteen geld en geen rechtszaak. Maar ik had het geld nog niet. Met veel pijn in mijn hart. Sorry! Panic. Oh nee. Oh! Want dan bestaat jouw plastrucks ook niet meer. Nee! Oké, ik zal jouw 90k terugbetalen de komende maanden. Maanden. Ik wil eigenlijk wegrennen nu, maar als ik wegren, dan ben ik helemaal de pineut. Nee, blijf maar hier. Wat moet ik zeggen? Even kijken bij mijn huis. Oh man. Oh! Oh nee. Nee! Manik, volg hem. Stop! Stop, wat doet hij? Nee! Oh shit. Wat gaat hij doen? Ik ken straks helemaal niks meer! Ik zal aan de F5-kant staan. Geen
twijfel over mogelijk. Dat sta je al. Ja, sta ik al. Ja, maar dat stond je dus niet, gaat die zeker zaak zeggen. Dus je... Oh, volgens mij... Oh man. Zeg dat je alles doet. Zeg dat je alles doet. Jongen! David gaat... Marnik, het is de beste optie nu. Uit de mannen, ren hard door. Dank je. Wil je wat drinken? Je bent game over. Gewoon, dit is gewoon done voor jou. Oh. This is the end. Uh-oh. Ik heb hem al drinken gegeven. Hij wil geen drinken. Oh! Schoon water! Luister eens. Het probleem is... Je hebt nu even kijken. Nee, ga nog straks. Mooi, heb je een tv in je huis? Ik heb een tv gekregen van Blue Street. Vieze man. Ook omkoop. Smeergeld accepteren. Nee, ik accepteer geen smeergeld. Nee, maar je neemt wel een tv aan. Want... Kevin slaapt hier op de bank. Dat maakt mij niks uit, Marnix. Hij noemt niet steeds Marnix. Ja, ik ben Marnik! Nee, het is Marnik. David, ik bedoel, wat? Oh nee, Kevin heeft geen... Wethouder David probeerde me helemaal gek te maken, maar na een tijdje gebeurde dit. Marnik zit in de problemen hoor. Ik kom er zo aan. Ik heb nog een paar uur de tijd. Ik ga tijdens de stream zoveel geld verzamelen. Oh jee. Marnik, je zit diep in de shit. Marnik, je bent gewoon done. Luister, pak gewoon dat appartementje van 55k. Hou op jij met je appartementje. Ja, dat appartementje scheelt je geld. Je zit nu in geldprobleem. Oh! Marnik, vertel het. Dit alles was om mij te testen. Wat? Vreemd. Oh, wauw. Oh! Dank je. Oh. Jezus! Oh, ik moet wel 90k terug gaan betalen aan David. Oh man. Ik dacht even dat Marnik klaar was. Gewoon echt helemaal finished. Ik hoop dat dit jullie allemaal alles duidelijk heeft gemaakt. En ik moet morgen dus 55k, dus het laatste deel van mijn lening, aflossen bij de bank. En als ik dat heb afgelost, moet ik dus David 90k gaan betalen. En dat kan ik pas doen als hij terug is van vakantie. Want hij is nu eventjes op vakantie. Dus ik heb volgens mij nog anderhalve week om 90k bij elkaar te rapen. Het is een hoop geld, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Ik heb hier wat illegale dingetjes, zoals Experiment X... En drakenvlees, hier staan de prijzen in voor waar ik die voor ga verkopen. Project X, 3500 en drakenvlees, 2500. Alleen het is zo moeilijk om die dingetjes te gaan verkopen. Niemand wil die dingen omdat die zo duur zijn. En ik heb deze schoenen trouwens nog. Die ga ik voor 15k verkopen. De Iron Boots had ik voor 5k verkocht. Dus ik denk dat het allemaal wel gaat lukken hoor. Ik geloof erin. Jullie zullen de rest zien in de volgende video. En dan ook meteen de rondleiding van de tv-studio, hoop ik. Ik hoop echt dat die af is. Want die gaat er zo vet uitzien. Ik hoop dus dat alles duidelijk is. Ik zeg heel vaak hoop. Want ik hoop alles. En ik hoop dit. En ik hoop dat. Nou, laat weten in de reacties of het duidelijk is. En hoe je denkt dat dit af gaat lopen. En laat een like achter als je het leuk vond. En hoop ik jullie allemaal de volgende keer weer te zien. Doei!